in deze video. We waren er bijna. Welkom bij een nieuwe video vanuit Curaçao, wederom, zoals de vorige weet ik hoeveel andere video's. Yes. Ja, weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen. We zijn op weg naar nieuwe kansen. Ja, is dat nodig? Weet ik niet. Oh. We zijn op weg naar onze auto, die staat daarachter. En we gaan nu een keer naar de hele andere kant van het eiland waar we eigenlijk nog niet zijn geweest. Of ja, we zijn wel een beetje in de richting geweest. Toen we bij Mambo Beach waren, maar niet zo ver als dat we nu gaan. Ja. Nu gaan we echt richting Yantil. Ja. En we gaan eerst naar welk strand ook alweer? Ja, ik weet niet wat de echte naam is. Ik weet alleen de bijnaam. Dat is Tugboat Beach. Tugboat Beach. Daar is een gezonken sleepboot. Ja. Oh, ik zie jou niet. Daar gaan we snorkelen. Daar gaan we snorkelen. Waar ben jij? Wow, daar ben jij. Ja, daar gaan we dus snorkelen. Het schijnt wel heel mooi te zijn met heel veel vissen en zo, dus ik ben heel benieuwd. We gaan nu deze spullen even in de auto laden en dan kunnen we gaan. We zijn er. Als het goed is aangekomen bij Tugboat Beach. Ja, het is wel echt grappig. Hier heb je allemaal schattige tentjes. Het ziet er misschien heel crappy uit op de camera, weet ik niet, maar het is best leuk. Ja. Wel thematisch voor een beetje strand, surfing, wat dan. Ja. En we denken dat daar ergens de gezonken boot ligt, want er ligt dus een gezonken sleepboot. Ja. En daar rondom en in schijnen dus heel veel vissen te zitten. Ja. Wat het heel gaaf maakt voor snorkelen en duiken. Ja, dus we hebben onze spullen weer. Dus we hebben onze spullen bij ons. Die gaan we zo aandoen. Die gaan we zo lekker aandoen en kijken of daar iets te vinden is onder water. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is nu nog lekker rustig. Dus, ja, chill. Kunnen we hopelijk van genieten. We zijn weer uit het water. We waren er bijna tot die eerste paal, maar er waren zoveel kwallen in het water. Dat we het echt niet chill vonden. Ja, we waren er bijna. Ja, nou, maar... was jij gestoken. Ja, ik werd ook half gestoken en dat voelde al niet chill en ik dacht echt... Ik zwom gewoon niet chill. Echt heel veel kwallen. Je was gewoon... Je was gewoon omringd. Ja. En ik had ook... Ik merkte ook dat ik zo op die kwallen gefocust was dat ik niet meer genoot van zaten... de rest. Want er zaten hele mooie vissen en er was een mooi koraal. En ik heb al een aantal mooie vissen gezien die ik nog niet eerder had gezien. Maar buiten die aantal vissen om was ik alleen maar kwallen aan het ontwijken. Want ik dacht, vooral die grote, als die in één keer zo voor je waren, dacht ik, nee, hier wil ik niet recht tegenaan zwemmen. Want dan, ja, dat is echt jammer. Ja, dat is echt jammer. Ja. Nee. Dus we zijn nu weer even gewoon lekker op de handdoeken aan het... Het is wel een mooi strand, vind ik. Vooral met die rotsen en zo daarachter. Best wel cool. Ja, het was voor ons even... Nu even niet. Hè? Ja. Misschien dat we nog een andere plek kunnen vinden waar iets minder kwallen zijn. Ja, ja. Moeten we even researchen. Even kijken, ja. We gaan de auto weer even in. En dan even naar een ander plekje toe rijden. Toch? We moeten nog even bedenken waar we naartoe gaan. Ja, we gaan misschien eerst even een klein stukje toeren. Ja, misschien gewoon even lekker een stukje dit eiland, of dit deel van het eiland verkennen met de auto. Want we hebben dit nog helemaal niet zo heel uitbundig gezien. En het is best wel mooi, vind ik, deze kant. We zagen net onderweg ook echt al hele mooie stukken. Ja, een hele andere sfeer. Ja. Ja, dus dat gaan we gewoon even doen. En dan kijken of dat we misschien bij een ander strand... Later nog een beetje kunnen snorkelen. Toch? Ja, vol. Jij kakt nu al in. Ik kak nu al in. Het is 10 over 11 bijna. Ja, echt erg. Maar... Misschien even een energy score voor jou. Ja, heel mijn energie is gewoon weggetrokken net. Je was zo angstig voor de kwallen dat je alle... Nou ja, ik weet niet. Ik survival mode. 5 minuten in het water en ik was helemaal uitgeput. Ja. Ja, nou ja, komt goed. Nu lekker rustig gaan, airco aan in de auto, dat is ook chill.
kleine tour gemaakt. En nu zijn we weer bij een ander strand. Dit schijnt best wel een populair strand te zijn. Ja, volgens mij worden hier ook vaak feestjes gegeven, 's avonds. Dat weet ik niet zeker. Het is het Jan Tiel strand. Dus dat is best wel een bekend fenomeen hier volgens mij. Er zitten ook heel veel resorts en dingen hier in de buurt. Ja. Dus we gaan even kijken. We hebben onze spulletjes weer bij. En ja, ik ben benieuwd. Ja, even lekker eten en dan ja, kijken. Ja, even lunchen en gewoon chillen. Oh, ik zie de achtergrond een beetje. Nice. Het is best wel mooi hier. Ja. Het groen daarachter. En je hebt daar ook een klein bijtje. En visjes. En visjes? Oh ja. Ik weet niet of dat je die op de camera ziet. Ik denk het niet. Waarschijnlijk niet, maar leuk. Dit is wel chill. Ja, nice. We gaan hier lekker even zitten. We liggen heel lekker en chill. Lekker hoor. Lekker. Ja. Even bij het strand. Ja. Luxe bedje. We hadden vandaag het idee om eerst naar dat Tugboat Beach te gaan om daar te snorkelen en dan hierin te gaan. Ja. Nou, aangezien we best wel snel klaar waren. Ja, we hebben nog wel even een toertje gedaan met de auto. Ja. Een beetje rond te kijken. Maar nu zijn we gewoon hier lekker gaan zitten. En dit is best wel chill, want we zitten daarachter gewoon bij het water. En volgens mij zwemmen hier ook wel best wat visjes rond. Want we zagen net al een beetje vanaf buiten het water naar binnen toe, zeg maar. Ja, dus we gaan sowieso hier nog wel even snorkelen en kijken of we iets kunnen zien. Ja, nice. Snorkeltijd! Het staat allemaal op camera wat je allemaal zegt tegen mij. Je lekt water uit je mond. Gaat lekker zo, joh. Ja, je ijsje smelt ook aan alle kanten. Lekker bezig. Zo. Nee, dit is wel afdruk. Waarom bleef je mee filmen? Ja, omdat het leuk is. Het is entertainment. Oké, ja, ik ga mijn eigen even filmen. Ja, heel goed. We hebben lekker ijsjes gehaald. Het is heel lekker, zo te zien. Gaat goed bij jou? Nou, ik laat je even je ding doen. Dan ga ik gewoon mijn ijsje filmen. Ja, we hebben eindelijk ijsjes, want net ging het disco
Nee, niet de disco. Net ging het ijsjesmachine kapot. Oh, ik begin te lekken. Ik ga eten. Doei! We zitten weer in de auto. In de file staan we een beetje. Of nou ja, niet echt file. We rijden wel een beetje, maar het is druk. Maar we gaan weer lekker naar het hotel toe. Ja. Even een tankstation opzoeken. Ja, even tanken onderweg. Dan even naar het hotel opfrissen. Mhm. En dan door naar Willemstad om daar te eten. Ja, lijkt me wel chill. Daar ja. Lekker avondeten. Het is nu 4:15. Maar gewoon lekker chill. We hebben net nog ijs op, dus wat dat betreft. Ja. Tof. Ja. Vondje van vandaag. Ik vond het wel echt een leuke dag. Ondanks dat het iets anders uitpakte, vooral bij dat schip. Ja, ik vind het echt jammer dat we die niet hebben kunnen filmen. Ja, maar dat was gewoon niet leuk. Er waren zoveel kwallen. Ja, het was gewoon echt kwallen. Niet leuk. Ze waren ook niet de enige die we uit het water deden. Nee, er waren meer mensen die echt zoiets hadden van, nee, niet fijn. Ja, dat is wel heel zonde, want ja, dat is wel misschien de vetste plek voor vissen om te snorkelen. Ja. En het tweede ding wat moeilijk is met ons equipment is dat we een telefoonzakje hebben die waterdicht is. Ja. Maar die maakt dat het alles een beetje onscherp, out of focus filmt. Ja, dus het filmen is ook niet per se heel makkelijk. Is niet makkelijk. En hij drukt elke keer knopjes in. Dus de hele tijd switcht de camera van voorkant naar achterkant, voorkant, achterkant. En dan zoomt hij weer in of uit. En dan stopt hij in één keer random met opnemen. Ja, dat is wel een ding. En dus het is niet makkelijk allemaal. Maar nou ja, we hebben ons best gedaan. Ja, precies. Ja. En ik vond het net zo goed heel leuk dat we wel nog net bij Jan Tiel bij Beach. Mm-hmm. Gewoon lekker hebben gezeten en gechilled. En dat we daar ook nog wel leuke visjes hebben kunnen zien met het snorkelen. Dus dat heeft dan toch een beetje goed gemaakt. En daar waren geen kwallen, dus dat was tof. Ja, oké. Okay. En nu, even deze mini file door. En dan, zijn we er weer. Inderdaad. Het is jaar goed? Nee. Nooit niet. Nu heb je wel mooie stekeltjes. Penaar. Oh. Nou, het valt wel mee. Hartstikke mooi. Nou, we zijn even opgefrist en nu gaan we richting Willemstad om te eten. Ja. Yay. Eet Tom. Ja. Ik vind dat huis daarachter echt zo leuk. Die blauwe, paarse, blauw-paarsig? Ik weet niet wat het is. Blauw huis. Vind je het echt paars? Ja, oké. Nee, ik vind het... Ik zie het niet. Hoezo zie je het niet? Ja, valt niet zo op. Valt niet zo op? Oh ja. Ja, tuurlijk. Valt niet zo op. Bijna niet. Maar hij is wel heel mooi. En ook met die bloemen daarvoor. Het is jammer dat er naast maar gewoon een parkeerplaats is. Maar verder is best wel leuk. Ja, maar goed verhaal. Zeker. We gaan nu in ieder geval richting Willemstad. Ja. Ergens op te eten. Wanneer gaan we naar Willemdorp? Willemdorp. Ja, weet ik niet. Ik denk nooit. We willen een leuke foto maken bij deze huisjes. Want je hebt hier heel veel leuke gekleurde huisjes. Maar het is ook wel een uitdaging om ze heel leuk erop te krijgen met ons erbij. Maar nu gaan we met Tim zijn telefoon proberen. Ja, maar we moeten wel echt van die kunnen, want dan staat die prullenbak erop. Ah, oké. Okay. Heb je een lekkere pasta? Ja. Nice. Bolognese. Bolognese. Ik heb hier volgens mij wraps in. Ja. Wraps en er zit alles. Mag ook, of niet? Nee. Oké, bijzonder. Het zijn alleen wraps en... Misschien komt er zo nog iets aan. Ik hoop het. Oké, daar kwam zeker nog wel iets bij. Een hele berg lekkere groenten. Dat moest ook wel. Anders was het echt niet oké. Jouw hoofd toen je dat pannetje overtrok en je alleen wraps zag liggen. Dat was heel disappointed. Ja. Nee, nu komt het helemaal goed. Ja, ben je weer blij? Ja, ik ben zeer blij. Ik ga nu eten. We zijn nog weer even naar de brug gelopen. En we zien hem weer in actie. Want hij is net open geweest. Hij was weg. Hij was weg. En nu komt hij weer terug. Nu komt hij terug, inderdaad. Dus alle gekleurde bogen komen weer langzaam hierheen, daar naartoe.
Ja. Blijft grappig wel. Ja, blijft interessant. Ja. En toen waren we weer bij het hotel. Yay. Je zit al in de chill modus. Ja, ik ga zo chocomousse pakken. Je gaat chocomousse pakken, maar dat je toetje. Ja. Nice. Klinkt goed. We gaan ook de video afsluiten. Ja. Want de dag is nog niet helemaal voorbij, maar wel bijna. Ja, er gaat niks bezienswaardigs meer gebeuren hier, denk ik. Nee, inderdaad. Even beelden overzetten. Oh ja, wat beelden op de laptop zetten. En verder even chillen nog en weer slapen. Morgen weer een dag. Yay. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Woehoe. Woehoe. Doei doei.